kandidaat die mee gaat werken aan het Maestro-concert op zoek naar een nieuwe dirigent. Een nieuwe dirigent dus voor ons A-orkest van Concordia. En we hebben gedacht van, hey, misschien leuk, onze wethouder van cultuur, Carlo van Dijk. Dag, Carlo. Dag. Goeiedag. Een aangename verrassing zo op de vroege ochtend. Ja, nou ja, goed. We denken, we moeten toch maar eens ergens beginnen. Ja. En nou, zoals je hebt in het najaar al toegezegd dat je mee wil werken aan ons programma. Ja, absoluut. Zonder meer, ja. En er moet toch een keer de aftrap van komen, hè? Ik denk dat ik weet wat jij daar heel mooi ja, in zo'n buisje hebt. Ik denk van, dat gaan we eens eventjes officieel overhandigen, zodat we een mooie aftrap ervan hebben. En dat, ik wil even vragen of je in ieder geval eventjes los wil maken. Dan te kijken of het jou in ieder geval al staat. Ja. Andere kant. Ja, deze kant. Wat zit dat? Mooi, mooi opgeborgen. Ja, is dat, dat is altijd... ja, zeker. Dat? Die mag je tot dan ook gebruiken. Maar omdat je veel gaat oefenen. Kijk eens. Er zit een mooi puntje aan zelfs. Ja. Ja, dus dan kan je nog in je buik prikken als het niet goed gaat zometeen. Maar wat stel je ervan voor, Carlo? Ja, ik vind... Ik hou enorm van muziek. Maar voor de rest kan ik er ook niks van. Ik kan geen noot lezen. Ik kan geen instrument bespelen. In de kerk kan ik een beetje zuiver zingen volgens mijn vrouw. Maar ik vind het vooral heel leuk dat jullie dat gevraagd hebben. En dan wil ik meteen meedoen. En ik vind dat wel echt leuk om dat eens te proberen. En wat voor muziekwerk heb je het liefst dat je zou het liefst dirigeren? Ja, daar moet ik dus nog eens over nadenken, okay. Want daar ben ik ook niet zo... Ja. Maar wel iets met een beetje swing. Ja, dat ik me ook een beetje kan laten gaan en Concordia flink kan opjutten. Ik hoop dat dat een beetje lukt. Nou, we hopen in ieder geval dat we een soort popachtig nummer gaan doen en een klassiek nummer. Okay. Dat gaan we in ieder geval met je doen, dat kan ik in ieder geval vast verklappen. Ja, ja. En we gaan zeker een traject in met voorbereiding voor jou, want je krijgt instructies van onze dirigent. Ja, dat zal wel nodig zijn ook. We wensen je in ieder geval... Nou, wie weet ga ik een hele nieuwe toekomst tegemoet. Ja. Of kan ik hem hier intern ook nog gebruiken? Hè? Dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou ook nog mooi zijn. Ja. Nou, nee, ontzettend leuk. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja, mooi. Ja, we zien het wel. Deze gaat weer even netjes opgeborgen worden. Bedankt alvast voor je medewerking. En we gaan het beleven met elkaar. Dan moet ik nou thuis voor de spiegel gaan oefenen? Ja. Weg naar Yvonne. Nou, iedereen kent Yvonne natuurlijk als de doktersassistent van Oldebroek. Dus ja, we moesten een vrouwelijke kandidaat hebben en al heel gauw kwam de naam Yvonne natuurlijk naar boven. Hele sympathieke meid, bel Yvonne en zij heeft dan een oplossing. Altijd in overleg natuurlijk met haar arts natuurlijk. En, maar goed, ze staat bekend als spontaan en vandaar ook de keuze op Yvonne. En we gaan haar nu dus de dirigeerstap overhandigen. Ik ben benieuwd wat ze zegt. Nou, dag Yvonne. Geeft helemaal niks Yvonne. Nou. Yvonne, je hebt medewerking toegezegd met ons prachtige concert 29 maart. Klopt. Met Maestro. Ja. En we moeten toch een keer de aftrap gaan doen. En we dachten van, hey, we gaan Yvonne even... Nou ja, goed. We gaan het in ieder geval wel symbolisch doen. En ik wou je dus namens de muziekvereniging ook in ieder geval succes wensen met de voorbereiding. Dankjewel. En krijg je in ieder geval al... Je mag hem even maar uitpakken als je... Andere kant, Yvonne. Ja. Dit is een echte. Ja, ja. Oh, jongens. Dus laat maar eens eventjes... Wauw. Nou. Mag ik even een eerste reactie van je? Wat stel je ervan voor? Ik heb me al een beetje voorbereid. Ik ga natuurlijk niet helemaal onvoorbereid voor dat ding staan. Nee, ik heb er heel veel zin in. Oh, oké. En ik neem heel veel fans mee, dus ik hoop dat iedereen mij goed gaat steunen. Ja, oké. Er moet gestemd worden natuurlijk. Hè. Is het zo? Ja, zeker. Er is een deskundige jury. Met de jury om moest komen, maar dat hoeft niet. De jury burgemeester Hogedoorn zal de jury zijn. Harry Hollander. Ja. En Bartje Kanis van de bekende groep Kitara in Oldebroek. Nou, ik wens je heel veel succes met de voorbereiding. Ik ga oefenen voor de spiegel, alvast. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Volgende week gaan we echt oefenen. Eerste instructieavond. Helemaal goed. En dan nog twee keer dirigeren. Dan ben ik er helemaal bij. Ja, oké. Okay. Ik pak hem erin, want anders is hij kapot straks. Ja, oké. Okay. Nou, ik zal er zuinig op zijn. Prima. Dankjewel.